einde van dit jaar dan bestaat Viswijvenkoor de Schellevissen 14 jaar. Maar toch hebben ze gedacht om nog voor die tijd hun naam te veranderen. Jacqueline van der Zwaan, jullie hebben het altijd als een geuze naam betiteld. Waarom die verandering? We waren altijd erg trots op onze naam. Het is inderdaad een geuzennaam, er staat ergens voor. De krachtige vrouwen in de tijd van de zeevaart, die dan toch maar mooie thuisfront runden. Maar we merkten gewoon, hier in het oosten van Nederland is men niet zo bekend met het fenomeen viswijvenkoren. Je hoort in het westen heel veel viswijvenkoren, maar hier in het oosten niet. Men is hier meer bekend met shantykoren. Dus al gauw kreeg je verwarring dat men toch iets had van viswijven, dat zijn toch ordinaire schreeuwige types. Nou, en dat heeft gemaakt dat we zeiden van daar willen we een keer van af. We willen die verwarring weghalen en we gaan gewoon nu heten Vissers Vrouwenkoor. Eigenlijk hetzelfde, maar iets nettere naam. Niet, ik denk niet dat onze koorleden daar zelf last van hebben gehad. Alleen, je moest het elke keer weer uitleggen aan je omgeving. Wat is het verschil tussen een viswijf en een vissersvrouw? Ik denk niet eens dat het zo heel veel is. Alleen, het klinkt wat vriendelijker, een vissersvrouw. 60 leden. En, een wachtlijst? Een hele kleine wachtlijst. Dus, meld je aan. Moet je wel even vertellen waar ze zich kunnen aanmelden? Dat kunnen ze allemaal vinden op de website www.deschellevissen.nl. Hoe gaat het met de optredens dit jaar? Nou, wij verwachten net zoals andere jaren toch gauw tot 35 optredens te komen. 35, dat is al erg veel. Ja, maar de afgelopen jaren waren het er 35. Jolanda, kan iedereen dat zomaar bijbenen? Kan iedereen zomaar op die 35 optredens aanwezig zijn? Nou, niet zomaar. Hè. Je moet natuurlijk wel eerst de liedjes allemaal goed beheersen voordat je echt mee kunt doen aan zo'n optreden. En het vraagt natuurlijk wel wat energie. Je moet wel proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de optredens, maar zou je een keer niet kunnen, is dat geen probleem. Jacqueline, kun je aangeven in die 14 jaar dat jullie straks in oktober bestaan, wat de progressie is geweest die jullie gemaakt hebben? Nou, eerst was het een klein koor, wat met name Hollandse liederen zong. En dat is veranderd ook in buitenlandse liederen, in meerstemmige liederen. En daar heeft natuurlijk Andrea Klooster, onze dirigent, een professioneel, een hele grote rol in gespeeld. Jullie hebben ook contacten met Iseloon? Jazeker, dat was een hele leuke ervaring. Wij zijn daar afgelopen kerst geweest, 22 december... in het Parktheater en samen met nog een ander shantykoor hebben we daar opgetreden. Het was een ontzettend geweldige, leuke ervaring om voor zo'n hele grote theater te staan en daar ja, onze mooie kerstliederen te zingen. Ja.